Niets aan mij is normaal. Mijn cupmaat niet, mijn Mussoliniaanse kaaklijn niet, mijn Oriëntaalse ogen niet, mijn waanzinnig onregelmatige stoelgang niet, mijn fantasieën niet, mijn angsten niet, zelfs mijn neus niet. De Middelburgse schrijfster Maan Leeuw heeft met haar debuutroman Ik ben Maan de Zeeuwse Boekenprijs gewonnen. Ze kreeg in de Zeeuwse Bibliotheek de prijs uit handen van Carla Peijs. Ze sloot Maan Leeuw voor haar Ik ben Maan de Zeeuwse Boekenprijs 2012. Maar het was wel een grote verrassing inderdaad, ja. Ik had de andere mensen, de boeken van de andere genomineerden doorgelezen. En dat was allemaal zo sterk dat ik echt dacht, nou, dat gaat hem niet worden. Je dacht, dat word ik hier tussen als beginneling. Ja, precies. Ja, want ja, het is voor mij natuurlijk mijn eerste boek. En ik heb natuurlijk heel hard aan gewerkt. Maar het blijft een debuutroman die ook nog eens best wel dwarsig is. Dus ja, ik had het niet verwacht. Zeeland houdt toch wel van dwars, blijkt. Dat blijkt. Vind ik ook wel fijn om te merken. De PZC Publieksprijs ging naar Omer Giliet uit Het Goede Hout Gesneden. De makers van het boek over de Brazilianen van het jaar wisten de meeste stemmen binnen te slepen. Het was echt een offensief tussen de twee koplopers. Het was echt spannend, geloof ik. Ja, dat was het zeker. Want wij zijn half de laatste week stonden wij ineens op de eerste plaats. Ik dacht van nou, het wordt nog serieus. Maar de andere dag hadden wij ineens weer een achterstand van ongeveer 200 stemmen op Parels. En toen dacht ik van nou, die hebben een hele goede achterban, die zijn wakker geschud door onze tussensprint. En nu verwacht ik niet veel meer van. Maar ondertussen was er in Breskens kennelijk ook al een tussensprint aan de gang. Met deze gevolgen. Journalist Kees Slager kreeg voor zijn Zeeuwse boeken de prijs van de Zeeuwse boekhandelaars. Kees Slager. Het is een dubbel gevoel. Aan de ene kant dus vereerd en blij en dankbaar. Maar aan de andere kant het gevoel, ik heb kennelijk al een heleboel boeken geschreven. Ik word een beetje oud. Wat verwachten ze nog van me? Niet veel meer waarschijnlijk. Want ik heb nu een prijs gekregen, dus zo is het mooi geweest met Kees Slager.